We zitten in Fortemullum in een hele kleine kermisruimte. Meer kinderspul. Dat zeg ik helemaal verkeerd, denk ik, Piet, of niet? Ik weet niet wat ik wil zeggen. Trek eens even voor. Nou, mijn naam is Piet Winkelmolen. En ik ben kermisliefhebber. Getuige ook uit onze omgeving hier. En ja, ik ben al vanaf 75 aan het verzamelen. Ik verzamel allerlei kermishebben dingen. Hier hebben we een Futura. En het grappige was, ik zei dat ik erfgenaam was, gedeeld. En dit vonden we op de slaapkamer. Dit is een doosje uit 1955. Een bouwdoos. En aan de hand hiervan heeft hij deze auto gebouwd. Dus dat is niet zomaar een doosje, om het zo maar te zeggen. Daar ben ik ook heel blij mee. En hier hetzelfde verhaal. Dit stond bij hem op de slaapkamer. En dan denk ik, het moet daar gestaan voor deze kever. Wist je dat goed van de maten en zo? Ja, die maten is bijna altijd zelf. 1,90 bij 95. Ja. Nou, hier anders zien we een toon. Deze is van rond 64. Die noemen ze in Duitsland de Kotzbühlen. Ja. Daar kwam er dus niet al te fris uit. Ja. Hij loopt nog, ja, hij is gewoon 60 jaar oud, hij loopt nog perfect. Ja. Nou, wat zien we hier? De koets van Assenpoester, Cinderella. Met Assenpoester erbij. En ik had die pop gekocht, dat is een etalagepop. En die kon dit doen, maar de hoofd kon ze niet bewegen. En toen heb ik de hoofd eraf gezagen en een pin erin. En toen met een van die armen over laten doen. Want er stonden mijn kleindochters erbij. En ik moest die kop eraf zagen. Ik zei, nou ga maar heel even naar oma toe, want dat is niet zo'n fijn gezicht. Ja, maar dadelijk krijg je de bijnaam opa Al-Qaeda of zo, weet je wel. Dus dat willen we niet. Dit is de Cinderella. Kijk. Sluit nog, ja. 60 jaar nog perfect. Ja. Dit is een heel gebeurd attribuut, dat ziet er niet zoveel. Er zijn er niet veel van gebouwd, de caravan. Dat is ook iets van een latere jaren waarschijnlijk. Ja, dat is van 1960. Sorry, 1970 is deze. Ja. Nou, hier zien we, dit is ook wel leuk. Dat is een 3D-puzzel. Gewoon een puzzel, maar dan niet vlak, maar 3D. Het zijn allemaal kleine puzzelstukjes. Zie je dat? Hele kleintjes. Oh ja. Nee. Dat is ook een werk om dat van elkaar te krijgen. Ja. Zijn die ook gewoon te koop? Ja, die zijn te koop. Ja, die zijn al heel oud. Ja. Maar hier hadden we bijvoorbeeld het boek, zoals het moet, met de omschrijving. Dit is het boek om de puzzel te maken, dus dan weet het wel. Nee, het moet een machinisme zijn, ja. Ja. Mijn draaiorgeltje. Dit is een Engels draaimolen, zonder een draaimolen in Engeland. En die hadden voor een winkelcentrum die gekocht. En toen zei ze, ja, we willen wel de draaimolen hebben, maar niet draaiorgel erin. Want dan trekken wij niet de hele dag draaiorgelmuziek. En zo is hij bij mij terechtgekomen. Ze hadden er geen front bij, dat heb ik zelf gemaakt. Mm-hmm. En dan komen we hier bij de afdeling motortjes. Dat zijn Lena's motors uit België, daar heb ik 5. En hier zijn we met zijspan. En dan zeggen ze, ja, maar daar kunnen toch geen kinderen in die zijspan. Dat klopt. Dan moet namelijk de pop of de beer in. Die staan bij de draaimolens te wachten. En dan kan de pop mee rijden. Oh, ja. Happy. Ja. Dit is een beer, dat is geen pop. Goede zin is het. Ja. Ja. En hier zien we een vliegende schotel. Die gebruikt is op de Expo 58 in Brussel. Die is in 57 gemaakt, maar die moet natuurlijk even van tevoren klaar zijn. Ja. En er zijn er 4 van gebouwd, dus hij is vrij zeldzaam en die kan om zijn eigen as draaien. Dus de kinderen zaten niet alleen zo ronddraaien op de molen, maar dan kon ze ook nog zo ronddraaien.
Dus je kwam ook behoorlijk... Je kwam ook een beetje dolder uit, ja. Een beetje dolder uit. Nou, dat vinden kinderen wel prachtig, hè? Ja. Die zijn er zo ja, die wonen niet zo gauw dol als wij, hè? Nee. En hier zit een brandweer van Oude Peer. Dat vond ik vroeger vond ik zo mooi, ja, nog steeds. Maar het was een van de eerste attributen die echt, waarvan ik echt vond dat het mooi was. Oh ja, dat weet ik nog. Dat stond daar, dan moesten we een kwartje in doen of zo, ja, hè? Ja. En dan ging die. En die had je dan met 5 apen of 7 apen. En ik heb met 5 apen, want die vind ik veel leuker. Omdat er maar, er zijn er maar een paar van. Oh, ja, ja. En als je verzamelt, dan heb je bepaalde gezegden. Ja. Zo over de groter, zo over de goedkoper, en zo over de kleiner, zo over de fijner. Daarbovenop staat een rakettenbaan, ook door Theo den Uyl gemaakt, die we net hebben gezien met die, zeg maar, die tentoonstelling in Rijks. Deze gaat mee naar Tilburg, daar neem ik alles mee naartoe, van wat hem betreft. En Tilburg is een expositie, ja? Tijdens het scherm, ze duurt 10 dagen en we verwachten ongeveer 50.000 mensen. Maar dat doen we elk jaar, dus er komen elk jaar 40.000, 50.000 mensen. Maar we hadden elk jaar iets anders. Er zitten modelbouwers, we hebben iets een tentoonstelling, een fototentoonstelling van 1000 foto's ongeveer. We hebben bij ons bij de stichting hebben wij 550.000 foto's helemaal gedigitaliseerd. Oh. En er worden op 3 plaatsen worden die allemaal bewaard. In verband met kerstjes en alles. Ja, dus er mag niks meer fout komen. Dan is het hele verleden van de Nederlandse kermis weg. Het staat er allemaal op. Heel fijn dat jullie dat gedaan hebben. Ja, dat zeggen ze allemaal. Ja, ja, maar dat is ook zo. Ja, we hebben jaren werk aan gehad. Want dat is meer dan 500.000 foto's. Hè. Ja. En de originele foto's die hebben we geschonken aan de Marquisehof in Bergen-op-Zoom. Dat is het, een heel groot driedelig museum waarvan één deel de kermis is. Dat is goed bewaard. Ja, dus het ligt op 3 plekken. Nou. Aan de ene kant jammer dat het niet meer gebruikt wordt, hè? Maar nee, dan leidt het. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Oh, hier kunnen we schieten. Hier is een schietkast. Moet je dus schieten op die beer. En als je hem dan raakt, kijk, hier zie je de techniek van 1948. Als je hem dan raakt, dan zijn er veel gevoelige cellen in zijn buik hier. Dan gaat hij overeind. En dan gaat hij achter. Dit is Pluto, die zit hem achterna. En dan gaat hij Pluto achterna. En dan moet je kijken hoe Pluto dan kijkt. Dan kijkt hij in één keer zo. Ja, zo kan het, hè? Ja. En wat heeft het? Nee. Hier een van de eerste modellen, 1947. Die is van 1949. Bootje van 1950. En hier ligt een... Ja, dat ligt er niet. Dan moet ik heel even pakken, moment. Dit was deze auto. Oei. Die heb ik zo gekocht. Dat gaat niet vanwege het licht. Dat leggen we op de grond. En toen heb ik hem gerestaureerd. Alle, en toen is dat alle onderdelen die ze erbij geregeld. En nou is hij zo. Ja, dan kijkt gewoon niet meer terug. En voor sommigen zijn er ook kleinere modellen bij die je op kunt winden. En dan is het leuk als je allebei hebt. Hier is de laserpoetser, die is aan het breien. Kijk, en het mooie is als ze het niet doen. En dan moet je een beetje losmaken, een beetje olie en dan doen ze het wel. Kijk, hij is laser aan het poetsen, dat is papa. Ja. Ja, hier staan vele jaartallen speelgoedjes. Zijn die ook gebruikt in films en zo? Of, Nee, alleen eentje die is wel gebruikt in film, hoe heet die film, Toys of zoiets. Toys? Ja, ja. Dat zie ik hem even niet. Deze is het, maar dat is een broertje van. Dit is hij niet precies, maar ik zal deze even laten zien dan. Ik zet hem er zo uit dan.
En dan moeten die daar tekenen. Dus die hebben alle hun naam erop gezet. Opa leeft al lang niet meer. Ja. En toen heb ik zitten zoeken en zoeken. En toen heb ik op YouTube heb ik een filmpje gevonden van hem met Willem Duis in 1973. Een van zijn allerlaatste optredens dat hij met zijn vlooien aan de gang was. En die laat ik als mensen hier komen kijken, laat ik die altijd zien. En nou, zeker 20-30% van die mensen, oh, dat heb ik toen ook gezien. Die herinneren zich dat nog. Ja. Dat is vaak, ja, als je het weer terug ziet, dan zeg je, oh ja. Ja, dan komt het naar boven. Ja. Dus het filmpje heb je hier? Die heb ik hier, ja. Ja, ja. Ach, dat is ook mooi. Dat je dat erbij hebt. Dat je dat van gezien. Ja, en dan heb ik het helemaal, de hoek helemaal compleet. Ja. En ze komen wel eens. Ja. En toen de eerste keer hier waren, liet ik een filmpje zien en toen zat een van de kleindochters, die zat daar heel zacht te huilen, dat zag ik. Ja. Ja. Heeft ze opa gekend? Ik denk het wel, ja. Maar die vond dat gewoon, ja, dat is ook fantastisch als je opa, ja, supermooi. Ja.